Nou, door alle stress van de geldzorgen was ik nog 57 kilo. En ben ik beland op de OK voor een hartoperatie. En dat was heftig, want je hebt twee kleine jongens. En dan krijg je dat hartje en dan weet je, het komt goed. Dat vertrouwen moet je hebben. En dat is ook gelukt. Armoede is een probleem ook in onze gemeente Tubbergen. Landelijk zien we dat ongeveer 6% van de inwoners in armoede leeft of tegen die armoedegrens aan zit. Dat is in Tubbergen natuurlijk niet anders. Ik zit inmiddels al 8 jaar op de armoedegrens. Doordat mijn ex en ik uit elkaar zijn gegaan, daar is een schuld uit ontstaan. En toen heb ik 3 jaar lang in de schuldsanering gezeten. En als alleenstaande moeder heb je het gewoon niet altijd makkelijk. En dan zeggen mensen wel dat ik meer moet gaan werken. Maar ik heb ook gewoon 2 kinderen en de opvang is niet te betalen. Als gemeente hebben wij een minimabeleid. Dat betekent dat allerlei verschillende regelingen zijn waar mensen gebruik van kunnen maken als zij in armoede leven. Wat we ook zien is dat we niet alle inwoners bereiken. En we willen graag zien hoe we die mensen ook goed kunnen ondersteunen. Dit hartje staat een beetje aan de buitenkant, want dit was mijn eerste jaar van de schuldsanering. Ik had er nog weinig vertrouwen in dat het goed kwam. Dan gaan we hier naar onder. Deze is minder zwart. Gaat al een beetje naar bruin-grijs. Dat was het tweede jaar van de schuldsanering. En deze is dat ik vrij was van de schulden. Die is wit en zacht. Een beetje vertrouwen dat het weer goed komt. Armoede is niet alleen een lege portemonnee. Armoede is ook dat je sociaal niet meer kunt doen. De gezondheid gaat achteruit. En je kinderen die niet overal aan mee kunnen doen. Hun zien niet wat wij hier 's avonds op ons bordje hebben. Mensen zien niet of je wel of geen kerstboom hebt. En dat is heel vervelend. Mensen denken daar niet bij na van, we moeten de dokter bellen. Ja, we hebben geen beltegoed, dus we kunnen niet eens een dokter bellen. En dan maakt uiterlijk een huis, een auto, maakt echt serieus helemaal niks uit. Dan kijk even iets verder. Ga mensen ook vragen stellen. Het is niet erg om te vragen hoe je situatie is. Alsjeblieft, lieve mensen, laten we daar open en eerlijk over zijn.